Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de satellietfoto van vanmiddag 10 minuten voor 2. En dan zien we dat er opklaringen zit in het noorden van Nederland, dat een groot deel van de Noordzee ook wolkenvrij is, en dat Zuid-Nederland nog steeds bewolkt was. En die opklaringen die trokken van noord naar zuid over het land en vanavond zal ook in Limburg de wolkje uiteindelijk verdwijnen. Die noordelijke stroming bracht ook koudere lucht, en dat gaan we merken aan de temperaturen. Eerst nog even naar het weermodel. Vanochtend dus overal nog bewolkt. En als ik de boel in beweging zet, zie je dat de bewolking heel snel verdwijnt. En dat het vanavond en ook vannacht onbewolkt zal zijn. Pas morgen overdag komen er vanaf de Noordzee weer nieuwe wolkenvelden aan. En die gaan dan vooral over het noordwesten en noorden van Nederland trekken. Dat betekent dus dat we vanavond te maken hebben met nog flinke zonnige perioden. Zo'n kwart over negen gaat de zon onder, dus we hebben nog wat uurtjes met zonneschijn tegemoet. Uh, droog weer, uiteraard. En in het zuiden gaat de zon ook doorbreken. Halverwege de avond is het zo'n 9 tot 11 graden. De wind aan zee nog best wel stevig, 4 à 5 voor voor. In het binnenland neemt hij al wat af. En vannacht is het dan rustig. Temperaturen dan dalen tot dicht bij het vriespunt, wordt flink koud. Aan de grond gaat het op uitgebreide schaal licht vriezen. Dus uh, ja, morgen vroeg. Rond 6 uur, 7 uur, dan is het toch echt wel ideaal om handschoenen aan te hebben. Of op zijn minst een dikke jas. Een dun zomerjasje, dat zal echt koud zijn op de fiets. Maar morgenmiddag is het allemaal een stuk aangenamer, want we hebben morgen een flinke zonnige periode. Alleen in het noordwesten en noorden komt er in de loop van de dag vanaf zee dus wat meer bewolking aan. Maar ook daar blijft de zon, denk ik, wel van de partij. Droge omstandigheden, meeste zon in het zuiden. En daar dan ook de hoogste temperaturen: 13 à 14 graden. Pal aan zee zal het ongeveer 11 graden zijn. De wind die waait uit het noordwesten tot noorden en die is meestal matig windkracht 3 tot 4. Ochtends vroeg en aan het einde van de dag neemt hij wat af, dan is hij rond windkracht 2 à 3. Dan kijken we wat verder vooruit. Houden we dit koude weer? Nou, gelukkig niet. Donderdag gaat de temperatuur flink omhoog. Vrijdag is het ook zacht. Alleen woensdag hebben we nog lage temperaturen. Dan nog 12 tot 15 graden. En ook weer een koude nacht. Donderdag gaat dus het kwik omhoog. Kan het in het zuidoosten en oosten 20 graden worden. Ook vrijdag zitten we dicht bij de 20 graden. Maar let ook op de weersymbolen. Want het wordt wel warmer, maar het wordt zeker niet fraaier. Donderdag, vooral om de zuidelijke helft van het land, een aantal buien later op de dag. En vrijdag, dat wordt een ronduit wisselvallige dag. Dan kunnen er stevige buien vallen. Er is ook kans op onweer. En kijken we nog wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur inderdaad die sprong maakt op donderdag. Dan raken we het koude weer kwijt. En er is zelfs een kans op nog hogere temperaturen in de loop van volgende week. Dan zouden we misschien zelfs boven de 20 graden uit kunnen komen. Maar dit warme weer gaat niet gepaard met stralend zonnig weer. Donderdag, Vrijdag, zaterdag en zondag houd ik rekening allemaal met buien. De meeste buien op vrijdag en zaterdag. En ook in de loop van volgende week blijft het wisselvallig weer. Dus ja, het wordt warmer, maar zondag, dat zal het niet altijd zijn. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsa.nl.